Goedendag, kijk naar de weersvrachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we enkele wolkenvelden boven Nederland, maar dat zijn dunne sluiwolken waar de zon goed doorheen komt. De dikkere bewolking die in het noordoosten zit, die was niet zichtbaar en die houdt de zon wel geheel tegen. Ligt vanochtend boven Groningen, Drenthe, deel van Friesland en de Wadden en trekt in de loop van de middag geleidelijk naar de Noordzee weg. Dus dan breekt wat vaker daar de zon door. Maar de rest van het land een vrijwel zonovergoten dag met slechts een paar wolken. De kans op regen is klein. Temperatuur onder het wolkendek 4 à 5 graden. In het zuiden wordt het 9 graden. Vanavond vrij heldere omstandigheden en een paar wolkenvelden. In de nacht daalt het kwik tot rond of onder het vriespunt en dan kan het mistig worden. Morgenochtend lost die mist geleidelijk op. Daarna hebben we opnieuw een flinke periode met zon en het blijft overal droog. Staat minder wind dan vandaag en wordt 7 tot 9 graden. Dinsdag trekt er een zwakke storing over. Kan er heel misschien lokaal wat regen vallen. De meeste plaatsen blijft het droog. Woensdag en donderdag hebben we opnieuw volop zonneschijn, en de nachten blijven koud. Smiddags is het 7 tot 10 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.